Mijn naam is Sarina Missot. Leuk dat u kijkt naar Koffie en Kunst. Laat u inspireren door het werk van Karen Eland. Wat ziet u hier? En komt dit schilderij u misschien bekend voor? En is er iets vreemds te zien? Dit is een schilderij van Michael Aaron Williams. Wat is hier afgebeeld? En misschien kunt u ook zien waarop dit geschilderd is. Dit is wel heel bijzonder papier. Dit is ook een grappige. Koffiemonsters. En dit is een schilderij van een Griekse kunstenares. Met wat voor verf heeft ze deze hond geschilderd? Nou, u had het waarschijnlijk al gezien. Deze schilderijen zijn inderdaad allemaal geschilderd met koffie. Nou, in deze les gaan wij ook schilderen met koffie. Wat heeft u nodig? Oploskoffie of filterkoffie? Papier, penseel, bakjes voor water en eventueel een satéstokje, een stukje oud laken, een stukje draad, misschien een afwasponsje, keukenpapier of bestek zoals een vork. We experimenteren vandaag met koffie en het eerste experiment is met filterkoffie, dus koffie uit het koffiezetapparaat. Misschien heeft u al een bakje staan en anders kunt u even koffie gaan zetten. Ik laat u ook zien wat er gebeurt als er filterkoffie wordt opgelost met koud water. En zoals u ziet, dan blijven alle stukjes, of alle korreltjes, die blijven zichtbaar in de verf. Het volgende experiment is met oploskoffie en dit kunt u mengen met koud water en zoals u ziet lost deze koffie wel goed op. Thank you.
door meer water toe te voegen wordt de verf lichter. En dat is natuurlijk heel leuk om te gebruiken met het schilderen voor verschillende effecten. Wilt u meedoen, maar u heeft geen penseel in huis? Nou, dat is geen probleem, want ik heb een aantal leuke tips, zodat u toch mee kan doen met deze les. U kunt denken aan een stukje wol, een satéstokje, een vork, een afwassponsje, die kunt u in stukjes knippen. Of misschien heeft u een oud laken. Daar kunt u ook een reepje van afknippen. Ik zal even laten zien hoe dat werkt. Thank you.
vast wel iets van deze materialen in huis, zodat u kunt meedoen met deze les. Nou, we gaan beginnen om eerst lijnen te schilderen. Dat kan dus met een penseel, maar ook een van de andere materialen die ik heb laten zien. En die lijnen kunt u van boven naar beneden trekken of van links naar rechts. En probeer dunne lijnen te maken en dikke lijnen. Dus probeer ook daar weer mee te spelen, te experimenteren. Deze les heeft u kunnen zien dat u kunt schilderen met materialen die gewoon thuis te vinden zijn. En de volgende keer gaan we voorjaarsbloemen schilderen. Ja, en u raadt het al, met koffie.